Goedenavond bij de Maagd. Mijn naam is Vasco Echthuizen. Ik ben een van de theaterambassadeurs uh, van Theater de Maagd. Um, en um, vanavond um, ja, Checkpoint Charlie, de tweede try-out. Um, en uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat het gaat brengen. Nou, waar gaat het over? Uh, het gaat over uh, de zangeres Lena, gespeeld door Linda Verstraten. Um, die uh, ja, heel graag uh, ja, carrière wil maken als zangeres. Um, maar helaas, uh, ja, goed op 13 augustus 1961, we kennen het denk ik allemaal wel... Uh, werd er in één nacht uh, werd de stad verdeeld door een, uh, ja, door een uh, lijn met prikkeldraad. Um, en ja, zo uh, werd Oost- en West-Berlijn gecreëerd... En uh, nou ja, goed, zag zij uh, eigenlijk haar uh, ja, carrière als het ware uiteenspatten. Um, terwijl haar vader uh, de groenteboer, um, die is eigenlijk toch wel aanhanger van de DDR en ja, die maakte dus eigenlijk allemaal niet zo veel, heel veel uit. Nou, onder andere ook in de hoofdrollen Job Bovenland en uh, Jeffrey Italjaander. Uh, toch wel bekende namen ook in, uh, in de wereld. En met liedteksten van Stef Bos. Nou, dat is ook zeker niet de minste. Dus dat belooft zeker wat. Dus ik zou zeggen, laten we lekker gaan kijken. Nou, we hebben net de, de tweede try-out van uh, Checkpoint Charlie gehad uh, in Theater de Maagd. Nou, uh, zoals net natuurlijk al gezegd, uh, uh, mag ik, uh, of ja, yeah, heb ik het geluk? Of misschien wel, ja, uh, yeah, hoe moet ik het anders noemen? Ik mocht erbij zijn. Ik, ik vind het leuk. Um, en uh, nou, ja, ik heb hier bij me drie van de spelers: Job, Linda en Jeffrey. Ja, ja, um, ja ik kan. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet er gewoon een het, het moet nog een beetje bezinken hoe het, uh, ja, hoe het, uh, ja, hoe het stuk was. Ook omdat voor mij uh, ja, het hele verhaal rondom de muur eigenlijk nog wel een beetje onbekend was. Was het voor jullie ook nog een beetje onbekend, Job? Ja, voor mij was het zeker uh, onbekend. In die zin dat ik in de jaren 90 ben geboren, 1990, dus net na de val van de muur. Uh, maar ik ben wel naar Berlijn geweest. En ik ken natuurlijk wel van de geschiedenislessen. Ik ken wel alle verha de verhalen van de muur en ik weet hoe die tot stand is gekomen. Maar eigenlijk wat er zich nou echt af heeft gespeeld, of hoe dat voelde voor die mensen dat er opeens een muur midden in de stad stond. Dat is wel een zoektocht en iets waar we met z'n allen met de hele kast enorm achter zijn gekomen. Ja, je bent dus net zo oud als ik. Dus waarschijnlijk dat is dat voor mij dan ook net zo onbekend als. Uh, ja. Ja, als uh, ja. Als voor jou dan. En, en Linda, um, hebben jullie dan misschien. Uh, want, want zijn jullie er met z'n allen bijvoorbeeld geweest in Berlijn? Of hebben jullie het een beetje op je eigen manier proberen te ontdekken? Nou, ik ben toevallig met Job geweest, geweest. Dus uh, wij zijn samen geweest. Um, maar ik weet, uh, Jeff ja, en geweest. Pieter die zijn samen geweest. En een aantal van ons die waren er überhaupt al geweest. Um, ik was zelf ook al in Berlijn geweest. Maar. Toch met een ander bewustzijn. Um, dus het was heel leuk om echt met dat oog te gaan en um, beter om je heen te kijken. Uh, we zijn naar het Checkpoint Charlie Museum geweest. Uh, toch iets dieper um, op de materie in eigenlijk. En dat, is, dat was heel inspirerend en heel fijn om, om daar rond te lopen. Want het, de, de hele geschiedenis is nog heel erg zichtbaar in die stad. Wij zijn voor het radioprogramma Spotlight ook bij, uh, ook bij de Uitmarkt geweest. Dat hebben we jou dus ook uh, gezien. Zien optreden. Dat liedje dat, dat trekt je gelijk een beetje in dat verhaal wat je daar hebt gezongen. Ja, dat is moeilijk te omschrijven, maar wellicht hebben jullie dat alle drie wel ervaren bij, de, bij datzelfde liedje. En natuurlijk met, met liedteksten van Stef Bos. Dat, dat, dat moet denk ik toch een hele eer zijn, toch? Ja, het zijn prachtige teksten die enorm tot de verbeelding spreken. En die zijn ook eens, nog eens heel goed op muziek gezet door Helmer Kant, de componist van de voorstelling. En die heeft ook echt geprobeerd om trouw te blijven, een beetje aan het Stef gevoel. Dus volgens mij ook voor de mensen in de zaal. Heb je echt het idee van: oh ja, dat zijn die teksten van Stef Bos. En het voelt ook nog eens als het, alsof het de muziek van Stef is. Ja, het is net, uh, het is bijna uh, 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 een poëzie of zo, poëtie, ja. wat, wat, wat er eigenlijk. Nou, bijna. Dat kan je denk ik wel gewoon stellen dat dat het is. Absoluut. Ik vind uh, zijn, uh, zijn uh, solo ook heel mooi. Het één moment met, uh, met, de, met de foto ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en ik vind ensemble nummers uh, ben ik heel erg blij mee. Marleen staat achter jou. En die ja. Oh, ja, dat ja, dat mag. Ja, dat mag. Nee, nee. Dat hoort er gewoon bij, hè. Goedemorgen. Ja. Er nee, zitten, zitten heel veel mooie nummers in. En um, ik denk uh, dat als, um, als mensen komen kijken... Ze, Sowieso muzikaal uh, ook echt een mooie avond hebben. Je hebt natuurlijk met z'n allen hebben jullie dat uh, het stuk gevormd eigenlijk. Zeker na, na zo'n montageweek. Dan ga je natuurlijk voor het, ja, nou ja, het echt kunnen we bijna stellen. Dan zit je in zo'n decor. Geeft dat nog een ander gevoel dan? Uh, um, jazeker. Ja, Jazeker. We hebben vijf weken geoefend met, uh, met een. Uh, een decor dat ongeveer zo groot was. Uh, dus dat was niks. Mm -hmm. En toen we er voor het eerst in stonden, ja, dan gaat alles bewegen en draaien en, uh, en doen. En dan kan je pas echt gaan lopen. Dus het was heel anders, maar uh, geeft ook een hele hoop. Dus dat is le leuk. leuk om mee te spelen. Ja. Oké, okay, nou, uh, nogmaals. Ik was heel erg onder de indruk. En ik weet zeker, de mensen die het uh, nog gaan zien, um, die zullen zeker onder de indruk zijn. En mensen die nog geen kaart hebben. Die moeten natuurlijk kaarten kopen, toch? Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, doe nu even die oproep. Koop kaarten. Ja, ja koop, koop, koop. Nee, kom, uh, kom met z'n allen kijken. Want het is een hele mooie avond. En het is uh, een nieuwe musical. En daar zijn we hartstikke trots ja. op. Dus uh, ja, koop kaartje. een kaartje. Kom kijken. En, en dan sluiten wij ons natuurlijk bij aan. We hebben net natuurlijk uh, gesproken met een aantal spelers. Uh, Linda, Job... En, uh, en Jeffrey, uh, maar ook niet te vergeten is natuurlijk het team uh, of de, de persoon achter Checkpoint Charlie, en dat is de producent Frans van Rongen. Hallo! Ja, het is wel een team hoor, dus dat, uh, ik ben niet meentje. Zeker niet. Zo bedoel ik het natuurlijk ook niet, maar het is natuurlijk wel. Uh, ja, kunnen we zeggen dat jij wel het, nou ja, het geniale brein bent dan misschien? Uh, nou, ik heb, het, het idee is van mij. Dus Checkpoint Charlie, uh, de voorstelling en, en het, de basis van het verhaal is van mij. En vervolgens zijn we uh, met een schrijver aan de slag gegaan uh, om, uh, om het script te ontwikkelen. En zo kom je natuurlijk als team, uh, maak je dan hetgeen uh, wat wij vanavond hebben gezien. Ja. Um, en met liedteksten van Stef Bos. Um, heb je hem benaderd? Hoe is dat gegaan? Uh, nou, het idee voor Checkpoint Charlie lag er al heel lang. Uh, Rob van Wijk, de directeur van Theater de Stoep, is de voorzitter ook van Goedemorgen Theaterproducties. Uh, dus die wist van het idee, dat heb ik daar neergelegd. En toen, aan het einde van de dag, toen ik dat idee had neergelegd, toen uh, belde hij... ik weet wie we moeten vragen, en dat is Stef. Uh, want die had hij een keer gesproken daarover. Over het oosten en, uh, en zijn affin affiniteit daarmee. Toen hebben we een videocall met Zuid-Afrika, waar Stef uh, veel woont, uh, de helft van het jaar uh, geregeld. En... Uh, toen uh, hebben we anderhalf uur zitten videobellen en over het oosten, over uh, de tijd van de muur gehad uh, en over de voorstelling. En toen was het eigenlijk uh, beklonken. Dus het was eigenlijk gelijk van Stef zei, ik ga liedjes voor jullie schrijven. Ja, eigenlijk was het binnen, nou ja, het was echt letterlijk, ik vertelde de titel en hij pakte uh, uit beeld een, uh, een boek over de Berlijnse muur. En uh, vanaf dat moment uh, zijn we begonnen met z'n allen, ja. Oh, dus dat, dat is toch wel heel bijzonder, denk ik dan. En um, heeft hij dan misschien ook stiekem of hier en daar een beetje invloed in het stuk gehad, of is het echt wel puur alleen bij de liedteksten gebleven? Nee, we hebben de, de eerste maanden hebben we een aantal keer ook weer met Zuid-Afrika dan gevideobeld, samen met uh, degene die dialoog heeft geschreven, met de componist. Uh, dus zo hebben we met z'n vieren we, uh, eigenlijk het verhaal verder ontwikkeld, het over de dialoog ja. gehad. Um, Waar, welke richting moet het op? Kijk, als je de liedteksten voor een voorstelling schrijft, dat heeft een andere functie dan een los lied. Dus je moet ook weten waar zit een lied in het verhaal. Wat zijn de personages. Dus we op die manier hebben gewerkt dat we een aantal avonden met elkaar eigenlijk hebben nou ja, vergaderd over het stuk. Zodat hij wist welke kant gaan we op. Dat ook de componist in die zin uh, wist: oké, okay, maar dit is zo'n soort lied, dat is zo'n soort lied, uh, binnen het verhaal. Uh, dus nee, zeker uh, heeft Stef daarin. Uh, deelgenomen in de ontwikkeling. Ja, dat is toch wel uh, ja, een grote naam natuurlijk, dus ik denk dat jullie daar ongetwijfeld heel erg blij mee zijn dat, die, uh, uh, dat hij de lies de heeft geschreven. Uh, nu heb je inmiddels, uh, nu in de maag, dus de tweede try-out gehad. Uh, afgelopen zaterdag had je hem in Barendrecht voor de eerste keer. Uh, heb je al een bepaalde progressie uh, gemerkt? Hoe, hoe vond je het gaan? Nee, ik heb een hele fijne avond gehad. En, en dat hadden we afgelopen zaterdag ook. En het leuke is, is, is dat jullie echt een andere voorstelling hebben gezien dan in Barendrecht. We hebben een scène toegevoegd vanavond. Uh, we hebben er een scène uitgehaald vanavond. Uh, dus wat dat betreft. Uh, kan het publiek van Barendrecht nog een keer komen. Want dan krijgen ze een andere voorstelling te zien. Ik vind het sowieso altijd fijn om een voorstelling twee keer te zien. De, de, de tweede keer krijg je altijd meer mee. Uh, de eerste keer overkomt. Een verhaalje. Um, en nu is het, kijk, het zijn twee zijn ouders. Wij zijn nog aan het maken. We hebben een hele goede basis, denk ik. We hebben een hele mooie voorstelling, naar mijn mening, gemaakt. Um, maar we zijn nog aan het schaven en het schuren. Hoe komt het verhaal het beste over? Hoe komen de personages het beste over? Voor afgelopen vrijdag, toen we onze generalen hadden, hadden we nog niet meer dan zeven mensen in de zaal gehad. En toen hadden we in één keer 250. Um, je krijgt dan andere reacties. Je krijgt uh, van blanco publiek, je krijgt van uh, vakgenoten reacties. Dus dat is een hele welkome feedback die je tijdens de rij-outperiode gebruikt om te schaven en te schuren aan een voorstelling. Ja, ik denk alles in het geheel is gewoon een prachtig stuk. Uh, ik zou gewoon alvast zeggen, meestal doen ze dat pas bij een première, maar ik zou gewoon alvast zeggen van harte gefeliciteerd. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.